Oké, dus als we dat hebben gemaakt, dan kunnen we daar een nieuw project aan elkaar maken. Ik heb dat nu tutorial genoemd, omdat ik denk dat we hier gewoon gaan oefeningen maken over GitHub zelf. Dus kan je zeggen, this, een beschrijving, dat moet niet, dat is optioneel. Oké. Dan heb je de keuze, ofwel gaat die publiek zijn, dat wil zeggen dat straks iedereen eraan gaat kunnen. Of privaat, enkel jij en degene die gaat toevoegen, kunnen eraan. Dus ik zou nu kiezen voor privaat. Vroeger moest je daarvoor op GitHub voor betalen. En dus gelukkig moeten we er niet meer voor betalen. Dan kunnen we ook bepaalde zaken in gaan steken, zoals een README-file, en dat wordt wel vaak gedaan. Gitignore, dat kunnen we ook doen. Dus je mag er gewoon van mij aanvinken. Maar we gaan die Gitignore, wat wil dat eigenlijk zeggen? Straks, als je een project gaat maken, dan ga je bepaalde bestanden hebben dat niet iedere keer op GitHub geplaatst willen worden. Omdat er bijvoorbeeld heel grote bestanden zijn. Zo denk bijvoorbeeld aan foto's, afbeeldingen, video's, dan ga je niet iedere keer naar GitHub willen sturen. Want er zit ook een limiet op GitHub. Hè. Je kan daar maximum, dan moet ik liegen, maar ik denk 20 megabyte of zo gaan doorsturen. Dus als je dan een video gaat doorsturen, ja, dan loopt heel je GitHub vast en dan moet je ja, van helemaal terug bijna opnieuw gaan beginnen of een paar commits terug gaan, wat altijd voor miserie is. Dus bij die Gitignore gaan we straks wel iets kunnen zeggen van kijk, bepaalde bestanden of folders gaan we niet gaan doorsturen. Maar in dit geval hebben we nog geen folders, dus kunnen we daar gewoon eigenlijk ja, op dit moment op non laten staan. Of zelfs afvinken, want anders kan ik niet op create drukken. Als ik nu op create druk, dan wordt die aangemaakt. Dat is misschien nog eens tonen. Ik zal tegen mijn atom tonen. Hier zie je bijvoorbeeld een gitignore. En dat is bijvoorbeeld de inschrijvingsmodule van profiel, want ja, die heeft niks met mijn project te maken, maar die zit wel in die map. Maar dus hier wil ik niet dat die iedere keer als ik daar wijzigingen ga aanbrengen, dat ik die ook hier ga zien. Ja, dat wil ik niet. Dus daarom ga ik die gewoon ja, niet meetellen. Dus hier kan je op bestandje Gitignore zien en dan kan je zien, deze folders allemaal, die gaat die niet meer gaan meetellen, want die hebben eigenlijk weinig met het project te maken. En op die manier moet ik toch niet iedere keer van het project gaan veranderen. Dus nu heb je die aangemaakt, je project. En wat we dan gaan willen doen is zeggen van ik ga hier gaan willen beginnen te werken. Je kan hier Nee, zeggen wat was de laatste dat je moest aanvinken bij die Kirk Noord template? niks bij die Gitignore, gewoon Oh. afvinken. Dat kunnen we straks gewoon gaan toevoegen, dat bestandje. Ja, maar Okay. je weet wel waarom het gebruikt gaat worden. Ja. Oké, goed. Dus wat we nu gaan doen is effectief gaan beginnen te werken, want op dit moment, hier zie je wat er allemaal in jouw project zit. Ja, in dit moment zit er enkel nog maar de README-file. Als je naar een ander project zou gaan kijken, bijvoorbeeld hier, dan zie je dat er veel meer bestanden en mappen in zitten in één project. Ja, dus het is de bedoeling dat straks ook bij jou heel er zo komt uit te zien. Je ziet ook meteen de README-file wat daarin komt te staan. En dat ga je eigenlijk doen als je straks met meerdere gaat samenwerken aan een project of je krijgt iemand nieuw. Dan ga je daar eigenlijk de introductie schrijven van ja, hoe moet je nu met dit project omgaan. Dus op die manier wordt eigenlijk jouw git straks opgebouwd. Ook zullen we straks zien dat we daar dus die branches gaan kunnen maken, die zijprojectjes. En in dit geval hebben wij 33 zijprojecten gemaakt. Als ik daarop klik, ik zit nu in de master te kijken, maar ik kan bijvoorbeeld naar een andere module gaan waar we mee bezig zijn. En dan kan ik erop klikken en dan zie ik wat daar allemaal is gebeurd als laatst. En dus ik zie ook in deze module zijn in totaal 266 commits geweest, dus ik heb 266 keer op save eigenlijk gedrukt en dat doorgestuurd naar mijn GitHub-account. Ja. Maar dus master is eigenlijk uw hoofdbranch. Ja. Oké. Nu, wat we gaan doen hier, kunnen we zeggen, als je straks ook op GitHub een project van iemand anders gaat zoeken die publiek staat,
dan kan je die ook gewoon gebruiken. Dan kan je zeggen, hier, git, en dan download als zip. Maar dan ga je niet meer die laatste wijzigingen bekomen. Dus wat wij gaan doen, is eigenlijk voor zorgen dat we die wel nog gaan kunnen bewerken en zo verder. Dus we gaan hier deze link kopiëren. Dus je kan hier op dat kopiëren drukken. En dan gaan we eens een comment file, of we gaan eerst eens een map misschien aanmaken. We kunnen een map bijvoorbeeld op onze C-schijf gaan voorzien voor te testen. Je mag zelf kiezen waar je gaat plaatsen. Hè. En ik ga die map even tutorial noemen. En dus in deze map gaan we nu ons project willen gaan steken. En hoe gaan we dat doen? En dus dit is altijd één keer heel veel werk om dat klaar te zetten, maar één keer dat het klaar staat, kunnen we gewoon mee werken. Is we gaan ons naar een comment venster. En dan gaan wij... Ja, ik zal misschien ook die map gewoon in de user zetten van mij. Tutorial. Ja, dus ik heb die nu gewoon even hier gezet. Ik doe die straks wel weg. Maar dan kan ik hier zeggen, dus ik ga naar die map. Oké. En nu hoop ik dat je Git goed hebt geïnstalleerd. Want wat we nu gaan doen is zeggen Git. En dan clone. En dan heel die repository. En als je dan nu op enter drukt, dan gaat hij die normaal gezien moeten klonen. En als ik dan nog eens in die map ga kijken, dan staat die er nu wel in. En ik hoop dat dat bij jullie ook is gelukt. Als jij één keer naar die tutorial hebt gaan, wat heb je dan gedaan? Die link erin gekopieerd. Ja, dus ik heb dit gedaan. En dus eerst naar die tutorial map gegaan. En dan heb ik gezegd git. Spatie clone, spatie en dan die link die we hebben gekopieerd van onze GitHub zelf. Ja, dan zeg je dat je Git not recognized, dus. Oké. Okay. Heeft nog iemand. Je moet maar inloggen en dan werkt het. Ja. Dus dat denk ik wat moet doen. Dan moet je inderdaad nog eens inloggen en dus Git moet jouw credentials weten en dan werkt het wel. Is het bij de meeste gelukt? Bij degene die gelukt is, kunnen jullie je hand omhoog steken? Oké, okay, Bram, Bjarne. Jan heeft zijn hand weggedaan. Waar staat de personal access token? Meneer, bij mij werkt dat niet. Ik heb die git page dan geopend en dan zegt hij iets van... ja, dan krijg ik zo'n command window open en dan... Kijk, ik zal mijn scherm eens delen misschien dan. Ja. AMI krijgt not recognized, oké. Okay. En dan heb jij Git geïnstalleerd op jouw C-schijf? Nee, dat wel niet, want daar heb ik weinig plaats nog. Ja, op welke schijf heb je geïnstalleerd? Nee, en dan moet die map ook op de D. Ik zou die map ook eens op de D zetten dan, ja.
hoe kan ik zo'n CD naar mijn D-schijf doen? Punt, punt, CD zeker. Is dat niet terug? Nee, het is C dubbel punt gewoon, denk ik. Of de schijf dubbel punt. Ja, maar als je map terug zou willen, is het wel punt, punt, toch niet? Ja, dat is waar. Ja, dus dan zou je ook twee keer punt, punt kunnen doen, maar. Maar ik weet niet of je zo van schijf kunt wisselen. Ah. Timbo, is het bij jullie gelukt? Ja, net. Oké, dus Manu nog. Dus jullie zien ook allemaal nu zo een git zelf staan, zo in het licht, hoop ik, in die folder. Ofwel kan het zijn dat je het afgewinkt hebt, zullen we zelf zo zien. Voor diegenen die al klaar zijn, dan kan je Atom openen. En in Atom zeggen nieuwe folder openen. En op zoek gaan naar die folder die je juist hebt aangemaakt. Maar mijn scherm al niet meer hanteren, zie ik. Lukt het wel, Manu? Nee, ik ben nu naar mijn D-schijf geraakt, maar waarschijnlijk is het gewoon iets met mijn git. Ik ga het er wel eens opnieuw, maar ik volg nu wel gewoon mee. Ah, oké. Ja, je kan het straks op je gemakje bekijken dan. Want we gaan het ook niet zo heel lang doen vandaag, gewoon de basic en dan gaan we er volgende keer wel op verder. Maar dus als je je map hebt geopend, dan zie je er inderdaad gewoon enkel die readme-file voorlopig en dan git zelf. En git, daar moet je eigenlijk niks meer in gaan doen, dat is automatisch gedaan. Wat we dan nu gaan doen, is dit ook eens koppelen met onze fork, dat we echt visueel kunnen zien wat we nu gaan doen. En dus hieronder kun je zien bepaalde informatie over git zelf. We zitten in de main branch. Het is gekoppeld met ons GitHub-account, of dan moet ik nog inloggen. Maar dus hier kan je van alles gaan committen als je dat zou willen. Maar dat is textueel. En wij willen dat visueel doen, dus wij gaan daar fork voor gebruiken. Dus wij gaan eigenlijk nooit hier in Atom zelf rechtstreeks iets doen. Je mag dat van mij ook, hè, dat kan je dan doen aan de hand van de tutorials die online stonden van vorig jaar. Of we gaan dat met fork doen. Dus als je fork gaat openen, dan kan het zijn dat je zelfs nog eens een keertje moet aanmelden, hier ook met je GitHub credentials. Dan ben ik eigenlijk vergeten na te kijken. Maar dan zal je waarschijnlijk hier met accounts jouw account kunnen toevoegen. Ja. En wat je dan gaat doen is zeggen op dat plusje of hier misschien file. En dan zeg je open repository. En als je dat klikt, dan kan je op zoek gaan naar die map tutorials weer die je juist hebt aangemaakt. En dus, als we dat gaan doen. Waarom ze klikken op het nog? Sorry, als je aan het inloggen was, dan ga je klikken op File, dan Open Repository en dan kan je nog op zoek naar gaan. Of Ctrl-O kan dus ook. Ja? Meestal dat die tutorial map direct is naar de Git repository. Dat er nog geen is. Ja.
Dus als je naar je map hier zelfs via Atom zelf gaat, zie je dit niet staan, die kit? Dat wel. Dat zie je wel. En je hebt hier bij Atom gedaan file, niet nieuwe, maar open. Klopt. En dan heb je de, als je dan zegt open, dan moet je niet, want we hebben tutorial, en in die map tutorial is nooit tutorial, hè. Dus je moet die tweede elk hebben, hè. Dus je moet hier... Ah ja, oké. Next. Want in die map tutorial, die tweede, daar zit je kit pas in. Dus ja, een slechte benaming gekozen, maar oké. Is het bij iedereen gelukt? Ja. Jelle, jij ook? Ja. Oké, okay, Bjarne? Ja. Oké. Wat we nu eens gaan doen, dus hier zien we... Ja, bij ons staat dat op dit moment nog heel leeg, hè, want we hebben nog maar één iets gedaan, namelijk gewoon initial commit. We gaan eerst wat dingen gaan toevoegen. Heel basic, dus als we naar ons Atom gaan, en we gaan in die map tutorial zeggen, new file. En we kunnen het bijvoorbeeld noemen index.php, en dat is ons startbestand. En dan kunnen we gewoon eens zeggen, iets van HTML en... Dit is een test. Daar moet niet veel in staan. Ja, gewoon op deze manier. En als je dat opslaat. Ik zal wachten tot jullie hebben gedaan. Dan zien we hier al in ons opbouw. Dat daar iets groens staat, zoals zeggen, kijk, er zijn wijzigingen gebeurd en er is zelfs iets nieuws toegevoegd, namelijk index.php bestand. Als we nu gaan naar fork opnieuw, dan zie ik hier links in het tutorial zitten te werken. Dan heb ik daar al mijn commits, dan ga ik straks die allemaal onder elkaar zien, maar ik kan ook zeggen changes, als ik daarop klik, dan kan ik zien wat er allemaal veranderd is. Nu zit er natuurlijk maar één bestand. Vaak, als je iets gaat committen, dan wil dat zeggen dat je een stuk van je project hebt afgewerkt. Of s'avonds, hè, als je gezegd voor het slapen gaan, ik wil dat toch even committen om zeker te zijn. Dan staat hier vaak ja, een dertigtal files of zo. Maar de bedoeling is nu dat we die gaan zeggen, oké, okay, we hebben die nagekeken. Dit moet er inderdaad bijgevoegd worden. En in het groen zie je nog eens wat er allemaal bijgevoegd moet worden. En kan ik zeggen, oké, doe maar stage. En met stage gaat hij die al klaarzetten. Om gecommit te worden. Wat je dan ook altijd gaat doen, is hier van onder bij gaan zetten wat je juist gaat doen. Om straks heel snel terug te kunnen gaan naar een bepaald punt in het verleden. Dus hier kan ik zeggen create index file of zoiets. En nu heb je twee mogelijkheden. Ofwel zeg je gewoon commit. Dan wordt hij elk local gecommit en dan gaat hij niet naar GitHub gestuurd worden. Of je kan zeggen commit en push. En dan gaat hij dat wel ook online zetten. Dus we kunnen nu zeggen bijvoorbeeld commit. We zullen gewoon eens zeggen commit om te beginnen. Normaal, je gaat standaard eigenlijk altijd commit en push doen. Maar we zullen nu voor één keer eens gewoon zeggen commit. En als je dat hebt gedaan... Dan zie je hier is niks meer, want ja, die changes zijn nu weg. Als je ook in je Atom gaat kijken, is het ook niet meer groen. En als je dan terug naar je fork gaat, en dan ga je zien bij all commits, dat er inderdaad één lijntje is bijgekomen. Namelijk de initial commit en dan nu create index file. Als je op ieder gaat kijken, dus hier als ik op initial commit zie, wat zie ik dat er gebeurt? Ik heb alleen maar die readme file toegevoegd. Als ik nu op die laatste klik, dan zie ik inderdaad dat ik die index file heb toegevoegd. Wat ik ook nog kan zien, is ik kan bijvoorbeeld zeggen straks op changes, dan kan ik echt gaan zien wat er eigenlijk die keer gestaged is geweest. Ik kan ook de file tree zien, eigenlijk om alle bestanden. Dus op die manier heb je ook nog eens een heel snel een overzicht van hoe dat je structuur van je website is opgebouwd.
Maar waar het eigenlijk om ging, was dat je hier bij Origin Main ook zo'n GitHub-icoontje ziet. En als je dat GitHub-icoontje met Origin ziet, dat wil zeggen dat dat online staat. Dus deze main staat nog niet online. Wat ik kan doen, als ik dat vergeten ben online te zetten, kan ik daar gewoon op klikken. En dan zeggen push. En dan gaat hij zeggen waar moet je naartoe. Ja, in dit geval de default gewoon. En dan kan ik zeggen inderdaad stuur dat daar naartoe. En dan gaat hij dat uploaden. En kijk, nu staat hier ook zo'n GitHub icoontje bij. Dus op die manier kan je zien of het je gelijk loopt met de online versie of niet. Als je dan ook nog eens online gaat kijken zelf, dus als ik dit nu zou gaan refreshen, dit was hetgeen wat er vorige keer stond, en ik ga dat refreshen, dan zie ik inderdaad ook mijn indexfile is bijgekomen. Ja, het klinkt allemaal ingewikkeld, hè, maar we gaan er zoveel mee werken dat dat wel goed gaat komen. Of valt het toch een beetje mee? Ik vind het meer dan. Oké. Maar wij zien net trouwens dat dat groen wordt of zo bij mijn Atom toch niet? Ja, dat kan een Atom-instelling zijn. Maar als je de changes zelf ziet in je fork, vind ik het, dan is het goed, hè? Ja, meneer, ik weet niet goed hoe ik die moet committen. Wat blieft? Ik weet niet goed hoe ik die moet committen. In die fork. Oké, dat zo. Ja, we gingen het sowieso nog eens doen, hè? Dus ik zal nog even, als we terug gewoon naar onze Atom gaan. Dan gaan we een nieuwe commit doen, Tibo, dan kan je opnieuw volgen. We gaan ook eens die readme-file wat aanpassen en wat meer bestanden toevoegen. Dus hier in die readme-file zie je eigenlijk, dit is het tutorial. En als je naar onze fork, aan onze GitHub gaat kijken, naar die homepage, dan zie je eigenlijk identiek hetzelfde. Dus dat is eigenlijk onze readme-file. Dus die gaan we ook bijvoorbeeld kunnen aanpassen door ook hier wat tekst toe te voegen of titels. Dat is een MD-file, dus dat werkt iets anders. Hè. Dus op deze manier. Maar je moet dat niet kunnen typen in MD, want je kan dat gewoon perfect in Word typen en dan omvormen online naar een MD-bestand. Hè. Dus je moet daar niet nog iets voor leren. Dus ik heb hier nu iets aangebracht, als ik dat opsla, dat kan ook zijn dat je er juist niet opgeslagen. Nu staat dat in geel. In het geel wil zeggen dat dat een wijziging is, in het groen wil zeggen dat er is iets toegevoegd. Ik kan daar weer wat nieuwe bestanden inzetten. Ik kan die gewoon leeg laten. Maar gewoon om te tonen, whoops. Dat je eigenlijk meerdere zaken tegelijkertijd gaat kunnen wijzigen natuurlijk. Dus ik zet er wel van alles in. Je mag zelf een beetje kiezen wat je erin steekt. En in één bestand ga ik ook gewoon nog wat typen. Zo. Dus je ziet, ik heb nu van alles toegevoegd. In de images file heb ik gewoon een image gezet. Footer, header, navbar en zo verder. Als ik nu opnieuw naar mijn fork ga, en Tibo kan ook meekijken, en dan zie je opeens dat hier changes
5 is bijgekomen. Als ik daarop klik, dan zie ik inderdaad, kijk, ik heb die readme-file aangepast en ik heb heel wat bestanden toegevoegd en ook een map toegevoegd. Je kan die zo één voor één controleren om te zien wat er gebeurd is. En dan kan je zeggen van oké, dat is allemaal goed. En dus hier heb ik bijvoorbeeld een lijntje code toegevoegd. Dan zeg ik Ctrl-A, stage. En dan kan ik hier weer zeggen... een heel slechte benaming, maar add files. En dan kan ik hier weer kiezen ofwel gewoon commit. Maar ja, we willen er gewoon ook online zetten, dus commit en push. En als dat niet lukt, dan heb je waarschijnlijk hier nog niet jouw GitHub geïnitialiseerd, jouw account. Nee, ik had een file te hoog ingeladen in mijn fork. Ah ja, ja, dus je zat in die tutorial erboven, ja. Ja. Goed, maar dus nu werkt het wel? Ook ja, ja, nu werkt het. Top. Ah, dus nu zie ik inderdaad, we hebben al 3 commits gedaan, hè. De eerste, dan en zo verder. We gaan nog eentje doen, zodat je ook ziet wat verwijderen is. En dan gaan we het al bijna stoppen voor het gidsverhaal voor vandaag. Al genoeg informatie. Als ik terug naar mijn index ga, dan kan ik hier bijvoorbeeld zeggen, oh, dit, weg ermee. Ik kan iets van maken. Op die manier. Ik heb maar iets heel kleins aangepast. Maar gewoon dat je in een bestand iets gaat veranderen. En als je er weer opslaat en je gaat weer naar je fork, dan zul je zien, kijk, H1, dit is een test. Zo was er eerst, dat stond in het rood, dat is nu weg en we hebben ervan gemaakt, dit is een wijziging en dat staat nu in het groen. En dan kan je hier weer iets gaan toevoegen om snel terug te vinden. Het is wel belangrijk dat je hier in die description niet te veel woorden gaat zetten. Want je moet het ook nog leesbaar kunnen houden. Als je hier een hele tekst zou schrijven, ja, dan wordt dat heel onoverzichtelijk straks in jouw overzicht. Natuurlijk moet je ook stage, anders gaat dat niet lukken. Dus stage en dan kan ik zeggen commit en push. En weer dan zie ik hier dat icoontje. Ja, dus hier zie je het goed als je het straks een heel lange tekst zou zetten. Ja, dan wordt het heel onoverzichtelijk. Dus daarom doe je meestal maximum 50 karakters of zo. Als er nu wat meer is, is het niet zo erg. Hè? Maar probeer je eraan te houden. Er staat trouwens ook altijd bij als je iets gaat hier committen, hoeveel dat je nog over hebt. Ja, dus inderdaad 50 karakters. Ik heb er nog 49 over. Ook weer kan ik hierop gaan klikken om te zien van kijk, wat is er die commit gebeurd, wat zijn die wijzigingen geweest, dan kan ik die wijzigingen nog eens bekijken. En ik zou ook nog eens gewoon mijn file tree van op dat moment kunnen zien. En op die manier kunnen we straks heel visueel en snel gaan kunnen wijzigingen aanbrengen. Maar waar ging het nu eigenlijk vandaag over? Was gewoon eens kennis maken met GitHub en Git zelf, een fork. Maar het initiële verhaal eromtrent is natuurlijk dat wij hier een versiecontrolesysteem hebben gebouwd. Want ik ben hier begonnen vanochtend om 8:52 met de eerste commit. En stel ik wil hier even terug gaan naar die vorige, want hier heb ik die wijziging aangebracht, namelijk dit is een test weggedaan en naar dit is een wijziging gebracht. Als ik nu gewoon dubbele klik doe op Add Files, dan ga ik eigenlijk meteen terug naar dat bestand. Dus je kan er eens op klikken, dubbelklik. En dan checkout commit. En nu ben ik in dat bestand terechtgekomen. Als ik terug naar mijn bestand ga, dan zie ik inderdaad dat die nu op het eens terug staat, dit is een test. In plaats van dit is een wijziging. En dan zou ik hier toch terug in verder kunnen werken en die opnieuw gaan committen. Maar dat gaan we de volgende keer doen, want dan gaan we die twee wel terug moeten samenvoegen. En ik zeg, oh nee, ik ga toch terug naar deze. Dan doe je weer dubbele klik op je laatste bestand. En dan zul je zien dat hier opnieuw staat. Dit is een wijziging. Dus op die manier kunnen we ook heel snel teruggaan naar een vorige versie.
als we fout hebben gemaakt. Goed. Klein beetje duidelijk. Ja. Iemand nog vragen omtrent? Hoe krijg je de fancy kleurtjes? Die fancy hier in jouw... Bram, daar moet je ook de onderste tutorial openen en die te bovenste. Nee, maar daar heb ik. Heb je dat? Dan weet ik het niet. Maar misschien heb jij hier wel nog een tutorial boven staan. Dat kan wel, hè? In je atom zelf. Perhaps. Ja, dat mag dus ook. Oké. Dan heb je de fancy kleur.